En ja, nog wel. Een hele goede morgen, lieve vrienden, bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ik heb dus een slechte nacht gehad. Niet alleen nog omdat Armentje weg is. Maar die meneer daar, die heet dus Frodo. En ja, ik heb hem s'nachts eigenlijk dus zonder die melkkorf leggen. En hij was om de havenklap bezig. Ik weet nou niet welke knie het was, maar iedere keer aan zijn knie. Dat hij was helemaal rood en vurig. Dus ik heb een melkkorf omgedaan. Ja, moet hij er maar vanaf blijven, want dan kan ik dat weer gaan scheren. En ik vind het zo zonde, want hij kan zo mooi zijn. Ik ben geloof ik wazig. Vind ik niet leuk. Ja. Zo. Is het beter? Toch? Wat is er, mijn meisje? Ons prinsesje. Hé, ons prinsesje in beeld. Toch? Ja. Nou, die heeft dus ook lopen te zoeken vannacht. Dus ja, dat hoor je ook. Meneertje kan de half. Ja, ook in de spot. Ook in het spot. Ja. Maar die heeft ook lopen te zoeken. Dus ja. Dat weet je gewoon, dat gebeuren gaat. En dat zal nog een tijdje duren. Want dat was toch, zijn zusje, laat maar zeggen, zijn vriendinnetje. Ook hadden ze wel eens ruzie, maakt niet uit. Dat gebeurt ook met kinderen, gebeurt ook met dieren. Dat ze ruzie hebben. Maar oké, waar waren we mee bezig? Ik heb jullie al welkom geweest, maar wat voor dag hebben we vandaag? Ja, we zijn op zaterdag 13 oktober aanbeland. Nou, dat was voor mij gisteren de 13e. Vrijdag de 13e. Maar nee, dat is nu de 13e, zaterdag. En het is 11:55. Dus ja, nog net op de valreep. Goedemorgen gewenst. En straks is het dan een goede middag. Astrid die komt straks rond een uur of 12:30, geloof ik, 1 uur. En dan doen we eerst een bakje koffie en daarna gaan we de stad in, onder andere naar Vodafone, omdat ik een nieuwe telefoon mag. Die heb ik al uitgekozen, maar ze hebben daar steeds een error. Ik ben er 2 keer eerder geweest. 1 keer om te vragen wanneer het mocht. Kon die het niet bekijken, want hij had een error. En ik ga er van de week heen, donderdag. Ik erheen ging, staat ook op de vlog. Toen ben ik er ook heen geweest en toen waren we bezig. En zo weer een error. Ja, kan ik er wat aan doen? Moeten ze daar beter spullen aan schaffen of ja, iets? Er is daar een storing in het gebouw, want het, ze zitten daar in een gebouw en dan krijg je ook soms een error. Ik heb soms daar geen bereik met mijn mobiel, ja. Het is daar allemaal staal, die in die constructie. Dus ja, dat gaat soms storen op een computer. Ja, en dan krijg je ook een error. Maar ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Het is prachtig mooi weer hier. Er staat wel een windje, maar het is niet koud. Ik heb de deur wagenwijd open staan. Dus ja, het is lekker. Ze kunnen erin en eruit. En ik ga mijn koffie doen en ik ga een broodje klaarmaken. Dan ben ik klaar voor dat Astrid komt. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En geniet van mijn kanaal. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik had vandaag nog maar 1 keer gevlogd. Zover ik mezelf kan herinneren, want ik ben er helemaal niet bij. Astrid die is geweest, daar ben ik samen gezellig mee de stad in geweest. Ik heb een nieuwe mobiel, al lijkt hetzelfde, maar hij is een stukje hoger dan mijn oude. Ook een klein beetje breder dan mijn oude.
moet er dus nog heel veel, erg veel aan wennen. Want ik wil dat er op slot komt. Nou, dat zit hij niet. Hij moet ook op slot. Maar dat komt wel goed, hoop ik. En nou ja, ze hadden eerst een error weer. Ja, je komt binnen. Weer een error. Dat was dan de eerste, de derde keer een error. Ja, drie keer is scheepsrecht, hè. Dus, nou, we zijn nog een rondje stad gegaan en weer erheen. Ja, toen deed alles het weer. Dus toen werd ik geholpen. Maar ja, toen moest alles overgezet worden van mijn oude telefoon op die nieuwe. Logisch, want dan kan ik zelf niet. Dus dat is gedaan, maar dat duurde 20 minuten tot een half uur. Dus wat hebben wij gedaan? Lekker even een terrasje gepikt. Hadden we wel zo verdiend, ja. Dus dat ook lekker gedaan. Toen kwam Astrid ook nog, terwijl we daar zaten. De zoon die kwam eraan met de vriendin en nog een andere vriendin van haar. Die ze nog uit de schooltijd kan, dus ja, even gezellig. Nou, toen weer terug en toen we terugkwamen in de winkel, was mijn telefoon klaar. Dus ja. Maar ja, vergeet je dus te vragen, zet dat ding even op slot. Dus nou heb ik weer een andere persoon gevraagd, oftewel, misschien gaat zo, Mitchell, van voordat jij gaat emigreren naar Ierland, ik ga je nog even komen. Ja, want er moet ook nog wat met Pokémon gebeuren. Dus ja, het komt allemaal goed, hoop ik, mag ik hopen. En ach ja, we zien wel hoe het ruilt is ruilt. Ik wens jullie als eerste een hele, hele fijne avond. Ik ga een bakje koffie maken. Eten heb ik al gedaan, samen met Astrid. Waar we op de terrasje zaten. Nou, daar hebben we een lekkere frikandel speciaal genomen. Lekker. Toen moest ik nog even boodschapjes doen. Dus naar de Fomar. En daar was die broodjes. Dat was mijn nieuwe telefoon, geloof ik. Ja, wat is app? Oké. Okay. Maar in ieder geval, van die broodjes met die pudding erin. Lekker! Nou, ik zeg, dan heb ik ook voorlopig zat gehad. Ik zeg, mocht ik vanavond nog weer wat zien krijgen en wat, neem ik gewoon een broodje. Klaar. Het is nog een kuppen soep erbij. Voilà. Maar ja, ze hebben mij nodig, of ik hun. Kan ook, want ik heb ook geappt. Dus ik zou zeggen, nogmaals, fijne avond en tot straks. Doei, doei! Er zit er eentje te eten achter mijn stoel. Die schuift de bak met eten steeds verder en verder en verder naar mij toe. Nog even kijken, hem terugschuiven, want dat gaat zo niet. Nee, dat gaat zo niet. Hallo, even terug. Dank u. Ja, en wat denken jullie wat? Mijn zure gaat zo niet, is hier. Hoi. Kijk, maar. Hoi. Ja, hij is met mijn nieuwe telefoon even bezig en hij heeft thee gehad van me. En ik denk dat het bijna haast de laatste keer is dat ik hem zal zien. Toch? Nou, ik kom wel wat terug naar jou. Ja, maar je gaat... Voorlopig. Voorlopig is dit de laatste keer dat ik hem zal zien, want hij gaat dus de 16e op een vliegtuig naar Ierland. Ja, die dat te zoeken heeft. Hij heeft daar een vriendin. Ja, dan gaat hij mee samenwonen en wie weet gaat hij er ook mee trouwen. TZT. Is dat de bedoeling? Is wel de bedoeling, zegt hij. Toch, ja. Geweldig. Hé, hey, gelijk een lichtje erbij. Schijn een lichtje op mij. Hè? Ja. Ja, zoiets. Ik zit even te zoeken waar ik de juiste kan vinden. Oh. Maar in ieder geval, oké, ik zou zeggen, geniet nog van jullie avond en ik kom straks nog wel weer een keertje retour. Ik zou zeggen, tot straks. Nou, hoe lief is dat? Ik heb de lamp wel aan, maar die wordt ook aardig alweer minder zo te zien. Ik zal er eens even naartoe gaan. Hallo lieve kindertjes, mijn hoopies, mijn hondenkontjes, zei ik altijd, ja, mijn poesebeestje. De derde is boven, ja,
Die de oog is ook dicht. Die denkt ook bij zichzelf, doet dat rood licht uit. Hé? Ja. Dat is ook erg, hè, dat licht. Kunt het ook hoor? Ja, is erg hoor. Is heel erg. Nou, moet ik de klepje weer omhoog doen. Dat daar niet wat anders van zonne kan worden. En dan moet ik het licht nog even anders instellen. Naar laag. En dan kan ik op mezelf schijnen. Zo, zijn we weer. Ja, ik zie er niet uit. Ik heb hoofdpijn. Ik ben lang niet in orde door alle stress, spanningen, verdriet, vreugde. Alles tegelijk heb ik. Maar ja, ik zit ook heel erg over Karin in. Haar operatie voor de buikwandcorrectie. Daar zit ik heel erg over in. Dat, ja, dat gaat ook niet in je koude kleren zitten. Dat, ja, ik ben zelf dus bang voor narcose. Ik heb ooit één keer een operatie gehad en dat was een simpele operatie, maar de narcose was niet zo simpel, denk ik. Want ik kon er bijna niet uitkomen. Dat, ja, dat is dan vervelend. En daardoor ben ik dus bang. Ik hoef niet zo snel geopereerd te worden. Daarom heb ik mijn mond ook niet weer laten doen. Ik heb een kunstgebit, maar daar kon ik niks mee geworden, het ondergebit. Had ik op een gegeven moment half in mijn keel zitten. Zodanig dat mijn mannetje mij moest helpen, anders had ik erin gestikt. Ik heb hem toen gelijk in een bakje gegooid en er nooit weer in gedaan. Ik heb gezegd aan mijn lichaam, geen polonaise meer. Zo, koffie. Dat, ik heb het in een bakje gedaan, oké. Een jaar later of zo kwam ik die tandarts tegen, dat was notabene een angsttandarts. Kwam ik hem tegen in de Kruidpassage, het winkelcentrum hier. En hij spreekt me aan. Hij zegt, waarom heb jij je gebit niet in? Ik zeg, nou, ik zeg, dat zal ik je vertellen. Sowieso is het geval. Oh, nou, ja, maar waarom bel je er niet? Dan doen we er toch wat aan. Ik zeg, ja. Ik zeg, dagje. Ik zei, nee, ik zei, je hebt me toen verteld wat dan een volgende stap zou kunnen zijn. Ik zeg, en dat is die operaties. Ik zeg, eerst een operatie. Ik zeg, houd dat naar bovenbeen. Ik zeg, daar naartoe. Beiden moeten genezen. Dan nog weer een operatie. Met dat, nou ja, ik maak het daar dan een geintje overheen. Van dat liedje van André van Duin. Met een nippeltje, een boutje, een moertje, een schroefje. Weet je wel? Nou, daar gaat de telefoon. Oké, even momento. Ik zet jullie even neer, sorry. Ja, hallo? Ja, nog een mei? Het is geen mei, het is geloof ik, dacht ik, oktober. Ja, dat is nog heel klein. Dat is Karin dus, dan weten jullie het even. Ja, ik zit te vloggen. Dan wacht ik nog wel even. Oké. Okay. Even, doe ik vlog even af. Ja, oké, okay. Ik zat over jou te lullen. Ja, over je operatie en dat ik bang ben en over mijn tandarts van toen en mijn gebit van toen. Ja, dat... oké. Dus ja, ik zei te lullen, dat doe ik anders ook niet, maar doet er niet toe. Daardoor wil ik dus geen operatie meer. Dat is mijn... Daardoor ben ik, ja, ik ben ontzettend bang voor die rotnarcoses. En dan zit ik dus ook dus... Over haar in, aan de andere kant van dit apparaat. Ja, daar zit ik over in. Maar ja, het doet allemaal pijn. Het doet allemaal veel verdriet. En ja, meestal zeg ik een ander ziet het niet. Meestal probeer ik het niet te laten zien. Ik doe wel een masker om. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen voor straks allemaal welterusten. Morgen gezond weer op. Degene die naar de kerk toe gaan allemaal, een gezegende kerkdienst en een gezegende zondag. En ik zie jullie graag tot aan de andere kant van de nacht.